Ik weet het eigenlijk niet. Nu ik het zo zie, twijfel ik. Ik ga iets anders gaan doen. Dit zit gewoon niet lekker. Echt super charmant dit. Witte snor. Ik ben blij dat ik op de fiets ben. Want ik heb flink wat bij te drinken nu. Weet je, dit is het leven. Je kunt gewoon niet door het leven gaan en een soort van perfect voedingspatroon en sportpatroon erop nahouden. Wil je het nog leuk hebben? Eerlijk is eerlijk, zo erg is zo'n avond ook niet in het geheel. En dat is de belangrijke herinnering die je moet hebben aan zo'n avond. En niet het feit dat je wat te veel hebt gegeten en dat dat niet binnen jouw normale patroon past. Goedenavond, het is maandagavond en natuurlijk heb ik de hele dag geëdit en gewerkt. En zit ik eindelijk nu even op de bank te chillen. En ik wil dus even iets kwijt. Ik ben een beetje verslaafd aan een nieuw programma wat op Netflix is. Het is niet nieuw, maar het is nieuw op Netflix. En dat is dat ze huizen gaan verbouwen. Nu vind ik het zo leuk. En Boy vindt het ook heel leuk. En het is altijd, zeg maar, ja, een soort van blessing als wij samen iets leuk vinden om te kijken. Want dat gebeurt niet heel vaak. Dus eigenlijk durf ik geen afleveringen te kijken zonder dat hij erbij is. Maar ik heb dat stiekem toch wel gedaan. Kijk, het is dit programma. En ik ga nu Boy even bellen, facetimen, zodat hij even de edits die ik tot nu toe heb gedaan even kan zien en zijn feedback erop kan geven. Wat is er? Kijk. Je bent op de vlog. Dat is de camera, dat is niet de telefoon. Ik heb deze week zo hard gesport. Ik heb vanochtend ook weer geïntervald in de sportschool. Goedemorgen, het is... Oh jezus, het hoofd. En ik werd wakker met een koortslip. Ik heb er meteen een plakker op gedaan. De laatste tijd merk ik dat dat wel helpt om dat meteen te doen. Zodat die soort van niet groot kan worden, niet uit kan komen. Dinsdagavond ellende. Ik had dus besloten deze keer om de edit te verspreiden in 2 dagen. Omdat ik het meestal op de maandag dan wel afkreeg. En ik wilde op maandag ook andere dingen doen. Dus heb ik het risico genomen om op de maandag te editen. En op de dinsdag de edit af te maken, te exporteren en te uploaden. Maar nu is er een fout bij het exporteren. En toen... Oh, wacht. Maar nu is er een fout bij het exporteren. Waardoor het bestandje niet op YouTube kan geüpload worden. En dat ik word er helemaal gek van. Dus dit is de status nu. Hier wordt iets opnieuw geëxporteerd in de hoop dat dit werkt. Hier wordt iets naar YouTube geüpload wat echt in bijna een uur 15% is geweest. Dus dat betekent dat er nog heel wat uren nodig zijn. Oh, wat een ellende. Top dinsdag. Mijn huis staat er wel gezellig bij, al zeg ik het zelf. Fijn dat het nog licht is buiten. En de lampjes geven ook wel lekker sfeer. Om maar even iets positiefs te zeggen vandaag ook. Nog meer bad news. Ik wil eigenlijk wel positief zijn, maar ik voel me echt niet lekker. En ik voelde al aan mijn lip vanochtend. Nou, er zit een koortslip dat er vanochtend was. Maar ik voelde halverwege de dag al dat die meer begon te kloppen. En nu zie ik gewoon dat er een deel bij is gekomen. Ik ga hem ontsmetten en ik ga de tandpasta op doen. De plakker heeft niet geholpen. Mijn moeder zegt altijd dat je de tandpasta op moet doen. Dat heb ik heel lang niet meer gedaan, maar dat ga ik nu gewoon doen. F*** it. Echt super charmant dit. Witte snor. Goedemorgen, het is woensdag. En ik heb geprobeerd zo lang mogelijk in bed te blijven. En misschien dat koffie een beetje helpt. Oh ja, en iedereen zit op Instagram te commenten met dat ik lysinepillen moet slikken. Maar die slik ik al. Nou, ik heb mezelf zo ver weten te krijgen hoor. Douche, kleding aan, sjaal om en stempas plus paspoort. Let's go. Het is woensdagavond en ik heb tot nu toe alleen maar gewerkt en rustig aangedaan. En ik zou eigenlijk naar Amsterdam gaan vandaag, want ik had meerdere afspraken en een etentje. Dat heb ik allemaal afgezegd en daarna zou ik bij Boy blijven. En toen stelde Boy voor dat hij langs zou komen om een beetje op te vrolijken. Dus dat is ook weer heel lief en ik besef me ook nu dat dat 2 vlogs geleden ook al zo was. En dat het niet praktisch is voor hem, maar wel echt heel lief dat hij dat doet. Dus ik ga even eten maken voor ons beiden. Boy is hier! Vet lief.
Goedemorgen, het is vandaag donderdag en het zonnetje schijnt en daar word ik zo blij van. Zo lekker weer. Eigenlijk moet ik de ramen even openzetten. Oh, dat geeft zo'n chill gevoel. Zo. Oh, wat heerlijk. Wat een verschil vandaag met gisteren. Ik voel me echt stukken beter. De kortslip is wel bijna aan het weggaan ook. Ik ben helemaal ready om even naar de sportschool te gaan om even gewoon cardio te doen. Ik ben helemaal in het grijs-wit vandaag, merk ik. Grijs trui, grijze broek, grijze schoenen met roze. Oh, en hier zit toevallig ook roze. Lekker boeiend. Ik ben in een goede bui. Ik ga naar de sportschool. Het is donderdagmiddag, 4 uur. En ik heb de hele tijd honger. En ik wil gewoon eten. Maar ja, ik heb straks een etentje. Dus dat is gewoon onhandig. Dus ik wil eigenlijk gewoon... Ken je dat gevoel? Dat je eigenlijk ergens gaat eten in de avond. Maar dat je dus nu al honger hebt en de hele tijd kleine dingetjes aan het eten bent. Om niet een hele maaltijd te eten. Maar ook weer niet heel veel honger te hebben. Dus ik zit me maar gewoon met crackers en ja, dingen op te eten. Dat wat misschien niet handig is. Maar ja, jammer dan. Oh, boy belt. Hey, schat. Ik ben ready. Dit is de outfit. Let even niet op alle rommel erachter. Dit is eigenlijk een rode jurk van de Zara. Maar ik vond hem veel leuker als top. Dus ik heb hem afgeknipt en ik heb hem in mijn broek gedaan. En ik twijfel een beetje omdat het in mijn broek gaat. Ik weet het eigenlijk niet. Nu ik het zo zie, twijfel ik. Ik heb denk ik nog 10 minuten. Ik ga iets anders gaan doen. Dit zit gewoon niet lekker. Kijk even hoe mooi het hier is in Den Haag. Ik ben op de Lange Voorhout. En daar ga ik eten. In het gele gebouw. Ik zit eindelijk aan tafel. Ik ben blij dat ik op de fiets ben, want ik heb mijn eerste wijn nog niet op. Sorry. En ik heb flink wat bij te drinken nu. Dikke schil heeft. Dus dikke schil betekent ook dat je echt in een goed warm klimaat door die dikke schil natuurlijk heel veel tannine heeft. En in die filtert, filteringen op een hele bijzondere wijze. Dus met de piramide van het water, dat de wijn eigenlijk afzult, dat je echt wat klaar kan zijn. Zo, ik ben weer thuis van het etentje en het was echt super gezellig. Nu zijn er twee dingen die ik op de fiets al eigenlijk bedacht die ik echt even kwijt wil. Het eerste is dat ik echt ontzettend dankbaar ben en blij dat ik dit soort dingen mag meemaken. Ik besefte dat gewoon ineens weer. Het tweede wat ik kwijt wil. Ik ben de afgelopen bijna 3 weken nu echt best wel goed aan het trainen, vind ik zelf. Ik zit lekker erin. En met voeding gaat het voor mijn gevoel ook weer gewoon lekker. En dan heb je natuurlijk zo'n avond dat je uit eten gaat. Heel veel glazen wijn en alcohol en cocktail en weet ik het allemaal. En normaal gesproken zou ik daar helemaal van in de stress raken. En denken, oh, alles is verpest, al die weken sporten. En ik kan maar beter gewoon kappen, het is toch allemaal niks. En ja, in één avond, het is gewoon allemaal klaar. En ik besefte gewoon een switch. Ik wist wel dat ik er überhaupt anders in stond dan een hele tijd geleden. Maar ik merkte gewoon die switch dat ik dacht, weet je, dit is het leven. Je kunt gewoon niet door het leven gaan. En een soort van perfect voedingspatroon en sportpatroon erop nahouden. Wil je het nog leuk hebben? Sociale gebeurtenissen, evenementen, je vrienden zien, festivals, van alles. Die horen nou eenmaal bij het leven. En eerlijk is eerlijk, zo erg is zo'n avond ook niet in het geheel. Als het geheel gewoon stabiel en gezond en voldoende is voor je lijf, dan is zo'n uitschieter, om het zo maar te zeggen, helemaal niet erg. Sterker nog, het geeft juist signalen af aan je lijf dat er geen sprake is van hongersnood, dat je lichaam ook daadwerkelijk gevoed kan worden en af en toe die hoge uitschieters heeft
op je hormoonhuishouding ook een positief effect. Ik kan daar heel lang over praten, maar ik heb er meerdere artikelen over geschreven met wetenschappelijke onderbouwing. En gewoon omdat ik die kennis in de loop der jaren heb opgenomen en zelf die ups en downs heb ervaren, ik voel die ellendige vibe niet meer. Waar ik nu aan denk is hoe gezellig het was. Ik heb zo gelachen vanavond. En dat is de belangrijke herinnering die je moet hebben aan zo'n avond. En niet het feit dat je wat te veel hebt gegeten en dat dat niet binnen jouw normale patroon past. Wilde ik dit gewoon heel erg graag kwijt, omdat ik weet dat heel veel mensen daarmee struggelen. Probeer het te zien als een moment van maken van herinneringen en lekker eten en genieten. Heeft daarna geen zin om je ergens druk over te maken wat al is gebeurd. Het enige wat zin heeft is gewoon weer vooruitkijken, je patroon weer oppakken en de fijne herinnering te hebben van de avond. Oké, dat gezegd hebbende ga ik nu tanden poetsen en slapen. Welterusten! Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Ik voel me echt zo moe. Ik wil eigenlijk even gaan sporten om gewoon even energieboost te krijgen of zo. Dus ik zit te twijfelen of ik naar de sportschool ga. Ik denk dat ik naar de sportschool ga. Cardio intervallen. Ik denk dat dat me energie gaat geven. Nog steeds niet in de gym, zoals je ziet. Ik ben echt moe. Maar dat ga ik niet blijven zeggen, want als ik blijf zeggen dat ik moe ben, dan schiet het niet op. Ik ben nu gewoon omgekleed. Het is 12 uur en ik heb geen zin om de hele dag me zo te voelen. Dus ik ga gewoon even zweten, boodschappen halen en dan de dag beginnen. Het is vrijdagavond en ik kom terug van de sportschool. Voelde me goed gewerkt. Boy, die komt zo. Dit gaan we eten. Een Indiase tandoori en dan heb ik gele rijst voor hem. En dan heb ik quinoa voor mezelf. En daar gaan we lekker zitten, eten, televisie kijken en er een leuke avond van maken. Goedemorgen, het is zaterdag vandaag. Wij hebben al ontbeten en nu zijn we omgekleed, Boy en ik. Want we gaan eindelijk, wat we al volgens mij 3 weken zeggen, is een flinke wandeling maken door de duinen in Scheveningen. We gaan voor hoeveel kilometer? 10. Oké, let's go. Woehoe, kijk waar we zijn. Eerst helemaal. Nu zijn we aan deze kant waar het eigenlijk beter loopbaar is als je wil wandelen, sporten, bewegen. Nu al een goede dag. Doorgaat. Kom aan, Danny. Tien. Goedemorgen, het is zondag vandaag. Goedemorgen, ik bedoel goedemiddag. We hebben er al een halve dag soort van op zitten. Ik heb gewerkt, gedoucht, schoongemaakt, gegeten. En nu is het tijd om even naar buiten te gaan. Aangezien het zonnetje schijnt en Boy hier is en we dan wat leuks kunnen doen. Oké. Tijd om de weekvlog weer af te sluiten in een jurkje wat ik vandaag heb gekocht. Omdat ik helemaal met mijn hoofd bij de zomer en de lente ben. Ik had eigenlijk al zoiets, maar ik heb er nog geen gekocht. Anyway, ik praat echt te veel. Tijd om de weekvlog af te sluiten en je te bedanken voor het kijken. Hopelijk zie ik je volgende week woensdagochtend 9 uur op YouTube. En anders niet. Doei!